Super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag gaat de video over dat ik ga springen bij Bianca. Ik vind het eigenlijk best wel een klein beetje spannend. Ook al ken ik Bianca natuurlijk wel een beetje. En ik heb ook al vaker les van haar gehad. Het is in Etten-Leur. Dat is een plaatsje ergens in Nederland. Ik heb daar nog nooit gesprongen zelf. Dus ik ben wel heel erg benieuwd wat voor parcours daar staat. Afloop nu de trailer in? Ja. Welke moet ze? Rechts. En we zijn met de boer on tour. Yeah! Chloe denkt, dit is mijn droom. Daar kom je dan tussendoor binnen. Ja! Yeah. Oh, we hebben nog wat aan. Kijk, hier, dit zijn de sprongen. Ik kan hier onderdoor samen met Blondie. Ja, hé. Sorry. Ze waren voorbeeldig in de trailer. Ik heb ze niet eens gevoeld, zelfs niet als ik door de bocht heen ging. Normaal als ik Verona bij me heb, dan ga ik zo door de trailer. Gaat mijn auto zo en mijn trailer zo. Maar ik moet wel zeggen, ze hebben heel veel hooi gegeten, dus er zat te weinig in de zak. Ik weet niet of ze nou genoeg hebben voor de terugweg. Ik denk het wel hoor. Nou ja, ze doen het dan er maar mee. Dan zijn ze ook nou, Tess, ik zeg uitladen die zooi. Ja, ja. Ja. Aanzetten en op de... Oh, krijg ik er twee? Ja, ook dat nog. En Tess, wat was ik aan het vragen? Hoe gaat het met springen? Ik kan wel springen met Blondie, maar dan ga ik er met noodgang overheen. Met die bruine of? Of met deze? Ja, met deze. Ah, deze. Wacht even, Goldie. Ja, ik verstond even niet wat je... Bijna goed. Goldie, hè? Blondie. Blondie. Ah ja, ik verstond even niet wat je zei. Ik vind het meer een Goldie. Ja, het is ook wel een Blondie. Een golden Blondie. Ja. Ja, sorry, ga door. Dus dat is het probleem, hij gaat te hard. De laatste twee lessen zijn wel echt heel erg goed gegaan daarin. Mm-hmm. En zijn we ook wel echt een soort langzaam gegaan. Omdat mm-hmm. we een soort over de hindernis heen struikelden. Dat was blijkbaar... Nee, het is meer als jij zeg maar in draf aankomt en Tess doet niet zoveel, denkt Blondie ook. Dan moet ik het dan zelf doen naar de overkant. Ja, yeah, dan trekt hij dus eigenlijk weer niet aan. Ja, precies. Dus als je in galop gaat, dan wil hij te hard. En als je draf gaat, dan trekt hij dus eigenlijk, dan maakt hij geen sprong. Dan trekt hij niet aan. Ja, dan moeten we daar proberen die middenweg in te voeren. Het is zeg maar heel belangrijk dat ze ook een beetje bij zichzelf erachter komt dat ze de tijd ervoor neemt. Ja. Tess zelf, zeg maar. Die is een beetje geneigd. En misschien ook wel omdat het er geleerd is om gewoon overal de bochten af te snijden. Ja. En liever de snelste tijd als een mooi parcours. Weet je, voor het hoge springen weet ik niet of ik de goede instructeur ben, maar ik wil wel gewoon op laag niveau. Mijn basis is gewoon het belangrijkste. Ja. Dat geldt voor hem, dat geldt voor haar. Ja. Gewoon inderdaad het paard rijden. Je moet het voor jezelf en voor je paard makkelijk maken. En dat is dus rechte lijnen rijden, in het midden proberen te rijden, recht naartoe, recht na de hindernis. Dan wordt het paard rijden al veel makkelijker. Door zeg maar de bochten wel af te snijden, ja, krijg je het onnodig moeilijk. Ja. En hoe hoog ben je ongeveer aan het springen? Of dat is eigenlijk nog helemaal niet... Ben je ooit ergens anders geweest? We zijn toen één keertje naar de Indocross geweest in Lisse. En een keertje naar, hoe heet het? Verdom. Ook crossen. Ja, dat ging toen naar, hadden we les bij Jeanette. Dat ging eigenlijk wel heel goed. En toen hadden we daarna de Indocross gedaan in Lisse. Dat waren dan eerst. Dat waren toen eerst 7 gewoon normale hindernissen. En dan, als je dat goed had afgelegd, de vaste. En eigenlijk daar, ja, Tess had veel spanning en Blondie had veel spanning. Kom eens, Tess is inderdaad op de hoofd. Ging het eigenlijk niet verder als hindernis 3. Nou, en weet je wat we daar even met z'n allen gaan doen? Is sowieso is hier die kastelen een beetje... Klopt, tenminste, of Robin, voel jij de behoefte om mee op te beginnen? Ja! Die wil ze! Dan maar! Zullen we daar... Hè? Sorry? Gewoon een rondje draven en dan... Ja, en vanuit draf ook, toch? Hè? Ja. Nou, ontspannen. Maar zonder los te gooien. Dus dat is dit, hè? Dit in je hand. Hè? Knijpen en ontspannen. Nu weer eens een keer hetzelfde. Ietsjes naar voren galopperen. Ja, dat is voldoende. En weer. Reageerde die weer goed? Voelde je dat? Dat was beter, of niet? Dat komt nou omdat je dat paard herhaald hebt. Ik ga maar weer even draven. En even... Dat hij niet te moe wordt. Aan je been houden, aan je been. Als je voelt, hè? Nou... Terug naar draf, dan duikt hij zo in jouw hand, hè? Als hij dat doet, even hup, been geven, dan komt die achterhand eronder. En dan kan hij voor niet naar beneden duiken.
Zullen we nog één keer aangaloperen? Hand ontspannen nu. Eventjes lekker aan het galopperen zijn. Goed, dan ga je iets sluiten en terug naar draf. En het moment dat je draaft, en dan doe je je hand een keer ontspannen. Een keer terug. Terug, sluit, ontspannen, hand ontspannen. Hand ontspannen, goed. Kijk, dat was nog niet perfect, maar dat was wel beter als net. Want net maakte hij er wel echt een beetje een potje van, hè? En dan, als je dus voelt dat hij dat doet, dat hij jou probeert zo'n beetje uit het zadel te trekken, nooit terugtrekken, maar je doet alleen een beetje begrenzen met je hand en even een keer extra been geven dat hij hoe doet. Want als hij hoe doet, komt zijn hoofd ook omhoog. Ja? Doe maar even stappen, maar even een beetje lange teugel. Overal een keer, ben je al overal een keer geweest? Wat doe je, wat vind je het fijnste? Ja, wat doe je normaal? Hoe begin je normaal? Als je er zo lang over na moet denken, dan komen we uitgelopen. Dan maakt het dus niet uit. Nee, maar bij Daan doe ik het altijd eerst draf. En bij Steenkop doe ik het dan altijd vanuit galop. En wat vind je zelf het fijnste? Goed, dan gaan we dus in galop beginnen. Wat we nou eens gaan doen. We gaan galopperen en we gaan niets veranderen zelf als je naar de sprong toe rijdt. Ja, voor haar is er niks veranderd. Als je naar de hindernis toe rijdt, veranderen. Hand ontspannen nu, eigenlijk hand ontspannen, niet te veel vast willen houden. Meegaan. Kom maar nog een keer hetzelfde, Tessa. Dan moet je erop letten dat je op de sprong goed mee bent. Je deed niks veranderen, dat was heel goed. Dan gaan we rechtuit en dan gaan we halt houden, gaan we hem stilzetten. Ja? Strak aan de voorkant willen houden. Je is wel heel kort aankomen, hè? Meegaan, dan rustig gaan zitten, recht houden. Hij remt wel de omheining. Zitten, halt houden, recht houden, recht houden. En dan hand ontspannen en een keer belonen. Al vroeg kijken naar de hindernis. Binnenhand lichtjes van de hals. En ontspannen contact aan de voorkant houden. En niet veranderen, niet duwen. Mooi stilzitten. En meegaan op de sprong. En dan weer recht houden en halt houden. Hij ziet iets. Goed zo, Tessa. Kom je nog een keer? Probeer erop te letten dat je op de sprong echt met je handen richting de mond gaat. Even de tijd nemen om aan te galopperen. Want door het gehaaste galoppeert hij ook iedere keer de linker galop aan in plaats van de rechter. Kijk, en als je er iets meer de tijd van neemt, dan gaat dat ook makkelijker. Goed, mooi meegaan. Dan springt hij gewoon een gat te laag. Dat kan gebeuren. Halt houden. Halt houden, recht houden, hou eens. Uit halt houden. Hij springt niet over die omheining heen. Zo dapper is hij niet. En jij ook niet. Nog een keer. Tijd nemen! Kijk, als jij 10 keer in de verkeerde galop aangalopeert, neem dan even de tijd om dat goed te doen. Zo ja. En meegaan en halt houden. Zitten, sluit je hand, ontspan, sluit, ontspan. En handspannen, goed zo. Zie je wel dat hij voor het einde kan stoppen? Goed hoor, even stappen. Tikkeltje meer galopperen, Tessa. Ietsjes meer, ietsjes meer. Ja, dit, ja. Mooi kijken, verder niks veranderen. Goed zo, en weer stilzetten. En weer stil, zit op je billen, recht houden. Goed, hand ontspannen en nog een keer hetzelfde. Zodat je rustig kunt blijven naar de sprong toe. Dus ietsjes meer dan dit, ietsjes meer. Kom, ietsjes meer. Zo ja, dit is een mooi tempo. Kijken naar de hindernis. Goed zo. En weer rustig stil. Kijk, dat die afstand niet perfect is, dat vind ik helemaal niet zo erg, Tessa. Dat is iets wat later belangrijk wordt. He, als jij je afstand kunt gaan zien. Want jij voelt zelf ook wel dat die afstand niet goed was. Maar ik kan jou niet zeggen, je moet meer dit of dat doen. Je moet gewoon heel vaak springen om die afstand beter te krijgen. Even ziet wat het is. Het stelt helemaal niks voor. Alleen als je er naartoe rijdt en ze verwachten het niet, dan kunnen ze van schrikken. Heb je het parcours gezien zoals Robin hem reed? Ja.
Dat gaan wij ook doen, alleen die okser spring je helemaal aan de rechterkant. Er staat een muurtje aan de linkerkant. Okay. De rest spring je allemaal in het midden. Ja. En 11 kunnen we nou ook doen, maar die staat laag genoeg. Ook hetzelfde voor jou, voorwaarts rijden. Maar als je merkt dat je de controle verliest, dan gaan we weer een keer halt houden. Net zoals dat we net gedaan hebben. Ja? Ik vind het wel heel erg spannend. Ja, maar dat maakt er niet uit. Ik begeleid jou. Ik ga niet als een idioot achter jou aanrennen. De baan is groot. Ja? Dus ik doe hard roepen. Dan als je zegt van ik hoor het niet meer, ik durf het niet alleen. Proberen wel, hè? Gewoon door te rijden. Maar dan ga je, als je twijfelt, ga je het ook niet proberen. Ja? Begin op 1, dan ga ik hier een beetje staan. Hier kan ik nog wel naar jou roepen. Nou galopeer je, ja. Zit op je billen. Zie je, en dan springt hij ook. Goed zo, door naar 2. Verdomme, renhok. Hetzelfde, hè? Blijf galopperen. Door, kom op. Goed. En ik zie jou een beetje zo van, oeh, die hindernis komt eraan. En dan ga je steeds minder doen. Ja. Probeer zelf te zeggen van, kom op, we gaan dit doen. Het is laag, hè, Tess? Dus hij kan hier bijna uit stilstand overheen. Kom op. Goed. Zie je wel. Rechterkant. Jij rijdt heel anders naar een nieuwe hindernis dan dat je voor de tweede keer na een weigering opnieuw naar de hindernis rijdt. Dus probeer nou, zoals je net naar 3 reed, ook weer hier naartoe te rijden en dan meteen ook weer daar naartoe te rijden. Ja. Volgens mij ben ik meer energie aan het verspillen dan Tessa. Tessa heeft zoveel spanning dat ik denk dat het niet is, maar het zit tussendoor. Ja, goed zo meid. Kijk in de 5. Ja, zo springt hij. Prima, zit op je billen. Kijk eens aan. Goed hoor. Kom op, zelf willen. Zelf naartoe willen. Ja, prima. Goed zo, Tessa. Hoppa, kijk, linksaf. Nu vindt ze het leuk. Ja, nou is ze door. Kom op, even weer wakker maken. Even weer wakker maken. Zitten, hè? Niet naar voren gaan hangen. Zit op je kont. Oh, zit op je kont. Nee, ervoor houden. Niet weg laten rennen. Laat de kijk. Nooit weg laten rennen, hè? Hey, dit was wel een heel goed stukje. Deze vindt hij oprecht spannend. Dat mag. Het is een jonge pony, hè? We gaan hem ook niet op zijn donder geven. Dus hij mag een keer weigeren. Maar nou als je aan het rijden om eroverheen te springen. Opnieuw aangalopperen. 10. Dan slaan we 11 toch een keer over, ja? Zit op je kont. Kom op. Ja, meegaan. Goed zo. En door. Goed zo. Maakt niet uit, ja. Om 11 heen. En dan gaan we hier naar het walletje toe. In het midden rijden. Steur rustig. Niet te hard. Rustig. Goed zo. En dan kijken. Dan gaan we die pakken we die tussen die struiken nog, hè. En door. Niet trekken. Kijk, Tessa. Hij remt. Hij kijkt. Hij remt. En dan ga jij trekken. En dan moet je juist been geven, hè. Als jij niet trekt, dan ben je ook niet aan het remmen. Goed zo. En me goed belonen. Heel goed hoor. Tessa? Als hij. Ik wil net zo zien als bij hem. Ja? Even wacht even, tussendoor. Je zegt dat hij gaat rennen ooit. Ja, als je gaat springen, dat hij dan te hard gaat. Oh, dat is zo'n tijdje. Ja, dat zie ik nou namelijk helemaal niet. Nee, want het is inderdaad niet zo. Nou, dat is goed. Dus we gaan nou lekker rijden, lekker actief, net zoals Robin net deed. Ja? En zelf eroverheen willen. Dit is een hoogte. Daar kan weinig fout gaan. Ja, er kan altijd iets fout gaan. Maar hij kan ook over zijn eigen benen struikelen. Dat kan ook fout gaan. Ja? Maar we gaan ervan uit dat er niks fout kan gaan. Ja? Ja? Galopperen. Rij even een volte. En dan lekker voorwaarts. Galopperen. Handen naar voren. Handen voor je hebben. Meer galopperen. Meer galopperen. Zo ja, dit is galopperen. Goed zo. Dit is een goed tempo. Niks aan veranderen. Kijk eens, en dan twijfelt hij ook niet. Prima. Rechterkant. Door galopperen. Door. Kom op. Goed zo. Meegaan. Prima. Dit was goed ook bijgestuurd. Heel rustig een keer opvangen. Prima. Goed, kijken, en die komt snel.
Meegaan, goed zo. Goed zo, en we gewoon doorgaan. Gewoon net alsof het erbij hoort, alsof het zo gepland was. Kijk goed. En nou gaan we daar wel over hindernis 11. Goed gereden. Prima. Ja, die is ook wel spannend. Laat hem maar even kijken. Dit mag weer, hè? Laat hem maar even kijken. Je reed er goed naartoe, ja? Hij kijkt een keer. Prima, dat mag. Jonge pony. Opnieuw aangaloperen. Om de wal heen. Om de wal, ja, om dit walletje heen. En dan voor de dubbel door, hè? Zitten, hè? En zelf brutaal zitten, zitten. Been eraan. Goed zo. En belonen. Vol te rijden hier. En dan maken we hem nog af, hè? Vol te rijden om 11 heen. Om 11 heen. Kijken naar de wal. Rustig de wal op. Nooit te hard de wal oprijden. Rustig, ja, maar draf mag ook. Hij kan omhoog wandelen. Goed zo. Dat doet hij wel heel braaf, hè? En de pony die vindt. Heel goed, Tess. Oeh, ik ben kapot. Het is inmiddels donker. De paardjes hebben even op de wijn gestaan. Ik heb net mijn les bij Bianca gedaan. En ja, ik krijg meteen weer een lach op mijn gezicht als ik aan terugdenk. Het is echt heel goed gegaan. Ik heb mijn, ik vond het eigenlijk best wel heel erg spannend, sommige dingen. En die heb ik toch uiteindelijk gedaan. Dus daar ben ik echt super blij mee in krabben. Dus ik heb wel echt weer iets overwonnen. Sommige hindernissen vond ik ook wel echt heel erg gaaf. Bijvoorbeeld was hier een bosje, daar een bosje. En dan hier een sprong. Die vond ik wel echt heel gaaf, maar ook wel heel erg spannend. En een stukje berg. Nou, hoe heet dat nou? Hoe heet dat? Opsprong? Opsprong. Maar dan... Opsprong. Wat? Een opsprong en een afsprong. Oh ja. Dat is op een soort berg, heel hoekje-achtig iets. Dat vond ik ook heel erg leuk. Ik ben nu moe. Dus dan gaan we even toe. Super blij dat je hebt gekeken naar deze video. Doe een duimpje omhoog. Als je het leuk vond, abonneer op het kanaal en klik op het belletje. Dat is een belletje heel erg fijn. En dan zie ik jullie heel graag zaterdag weer bij een nieuwe weekvlog. Doei doei!